Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Zoals jullie zien, zijn we hier al helemaal in de Christmas spirit. Maar als je toevallig nog in de Christmas spirit bent, kan onze volgende gast jou heel goed daarbij helpen. Want vandaag zit ik met Nancy Oppenheimer van Mon Plaisir Nursery. What we need is a little Q-Time. Hi Nancy. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed, een beetje zenuwachtig. Waarom? Omdat ik hier zit. Yep, je voor een camera. Je zit met mij. Hier mijn hand. Laat me even vasthouden. You got this, girl. You got this. Maar oké, Nancy van Mon Plaisir Nursery. Mag ik je, moet gaan we het blijven houden? Ja. Yeah. Oké, okay, ik blijf je vasthouden. Nee? Oké, dan laat me los dan. Oké. Nancy van Mon Plaisir Nursery. Voor we gaan naar mijn favoriete gedeelte van wat Mon Plaisir Nursery ook doet. Misschien kan je me even vertellen wat Mon Plaisir Nursery precies is en wat ze doen. Mon Plaisir Nursery is een bedrijf. Mm-hmm. Een plantenbedrijf. Ze zijn gespecialiseerd in buitenlandse planten. Meer buitenlandse planten. Snijbloemen. Alles buitenlands. Geen lokale planten en geen lokale bloemen. En we doen aan landscaping ook. Tuinen voor mensen zetten we op. We doen ook aan bloemschikking. Voor huwelijken, voor verjaardagen. Voor elke evenement eigenlijk. Dus basically alles wat met bloemen en planten te maken heeft. Daar kunnen we naar Mon Plaisir Nursery voor. Ja. Maar, misschien mag ik een beetje inleiden, tijdens de feestdagen en vooral tijdens kerst, dan verandert een deel van Mon Plaisir Nursery gewoon in een heel kerstparadijs. Ja, sowieso. So, tell me about it. Zo, we hebben, behalve onze plantenshop, hebben we nu een Christmas shop. Christmas shop? Ja. Aparte Christmas shop. Mm-hmm. En als je daar binnenkomt, dan ben je helemaal in Christmas Palace. Christmas Palace. Ja. Oké, dus jullie hebben gewoon een paar ballen en zo. Nee. Het is een hele Christmas shop gedecoreerd. We hebben voor iedereen wat. Voor klein tot groot hebben we wat. We hebben gedecoreerde kerstbomen. We hebben kerstbellen, we hebben girlanders. Wat zijn girlanders? Girlanders zijn, ik zie hier achter me, zie ik... We hebben ons best gedaan ook hier. Een stuk girlander. Mm-hmm. Wij hebben dan een hele stuk van 2 tot 3 meter. En dat is net een dennetak, kan je zeggen. Oké. Okay. Mm-hmm. En dat hebben we ook gedecoreerd. We verkopen het ook zo. Blank. Mm-hmm. En we hebben dan... we hebben ballen. Arrangementen. Mm-hmm. Kijk wat hier op tafel is. Hebben we, dit is een Christmas arrangement. Mm-hmm. We hebben eigenlijk van alles. Van alles wat je in je huis kan zetten. When it comes to Christmas. Ja. Want dan ga ik een paar dingen opnoemen, dan moet je me even zeggen. Want dan wil ik gewoon, want we hebben ballen, er zijn bomen, strikjes. Er zijn bloemen, mm-hmm. Kerstbloemen. Er zijn kersttakken. En er zijn kerstlichtjes, alles eigenlijk. Okay, alles. Te veel om op te noemen, ja, als ik goed naar je luister. Ja. Oké, okay. Maar... Of niet eens, maar vandaag ben je eigenlijk hier bij ons. En je bent voor het eerst bij ons. En je zou denken van waarom zou iemand nu hier komen zitten om te praten over kerstspullen. Omdat het kerst is, makes sense, weet je. Maar weet je, mensen weten al wie we zijn. Maar er is eigenlijk nog iets extra. Ja. Oké, maar wat is het dan? We zijn jarig in december. En dat is 8 december zijn we 10 jaar oud. 10 jaar? Ja. Al 10 jaar zijn jullie er. Ja. En al 10 jaar doen jullie ook gewoon kerst en dat soort dingetjes? Nee, niet in 10 jaar. Mm-hmm. We zijn nu al 5 tot 4 jaar bezig met kerst. Alleen nu iets groter. Al 2 of 3 jaar zijn we mooi groot, bezig met, met kerst. Mm-hmm. En dan hebben we vanaf die dag, dat is 8 december,
hebben we dan 50% korting op al onze kerstitems. Wauw. Omdat jullie jarig zijn, gaan jullie ons trakteren. Ja, zo moet je het zien. Zo, als ik goed naar je luister, zeg je met ik kan komen en ik kan alles pakken wat met kerstitems te maken heeft. En dan heb je 50% korting. Girl, dat is zo. En is het alleen 8 december of zo? Nee, na 8 december gaan we door eigenlijk. Mm. Ja. Oké. Je bent zo rustig. Ik zou heel blij zijn om mensen te vertellen dat ik 50% korting kan geven. In deze benarde tijd. Ja, vooral nu. Ja, alles is zo duur en wij zijn goedkoop. Oké. Wij zijn goedkoop. Maar hoe nu hier zit in je werk daar? Zo hou je zelf ook van kerst? Ja. Ik wacht gewoon op kerst, hè. Ja? It's the most beautiful time of the year. Ik wacht gewoon erop. Mm-hmm. Ja, vanaf april eigenlijk ben ik ready. Mm-hmm. En dan begin je te denken van wat ga ik doen? Mm-hmm. Hoe ga ik de shop decoreren? Wat willen we als thema? Welke kleur? Want dat speelt ook. De kleur speelt ook een rol. Je kijkt bijvoorbeeld in het buitenland. Heb je dat ze nu al bezig zijn met een Barbie. Mm-hmm. Maar in Suriname nog niet. Volgend jaar dus. Mm. Dus ik denk dat wij achter zijn. Mm. Nee. Maar ik heb het al. Mm. Ik ben al. Wij. Mm. Mon Plezier Nursery is eigenlijk. Heeft het al. In de planning. Niet alleen in de planning. Maar we hebben al een boom neergezet. Mm. En vanaf die mensen het hebben gezien. De klanten het hebben gezien. Is die boom al eigenlijk kaal geplukt. En weer aangevuld. Aangevuld en we zijn al bijna uitverkocht als het gaat om die Barbie roze. Ik heb nog een vraagje, want stel mensen kijken nu en zeggen van oh my god, ik heb een boom. Ik ben gewend om gewoon rode ballen, gouden ballen en wat strikjes en wat slinger te zetten en zo. Stel ik kom daar, want ik heb gehoord vanaf 8 december 50% korting. Als ik nu daar sta, maar eigenlijk weet ik niet hoe ik een boom moet decoreren. Want ik heb een beetje rondgekeken naar wat jullie doen en hoe het eruit ziet. Is wel, je wil bijna zeggen de Amerikaanse stijl, hoe er gedecoreerd wordt. Is er ook dan de assistentie van, goeiedag mevrouw Nancy, dit is mijn boom. Ze wijzen je een foto en zeggen van, ik wil, welke kleuren kan ik er nog erbij zetten? Of wat moet er nog bij? Is dat ook? Ja, sowieso. De klant is koning. Mm. Dus, als inspiratie. Sommige mensen zeggen, ze komen inspiratie opdoen. Of ze hebben wat advies nodig. Dan kan ik dat altijd geven. Mm-hmm. Het is vaak genoeg voorgevallen dat er iemand binnenkomt en zegt van ze houden van onze top. Mm-hmm. Hè? Want onze top is modern. Mm-hmm. Je weet, vroeger had je een engel op de top. Of je had een ster. Maar nu heb je een hele... Nee, je moet ze niet verklappen. Ze moeten langskomen. Ja, ze moeten langskomen. Maar dan kan ik het dan voordoen. Mm. En dan kunnen ze zien hoe ze dan hun top kunnen mooi maken. Je hebt weer andere mensen die zeggen van... Ik wil mijn boom niet zelf doen. Maar ik wil het laten doen door jullie. Dat kan ook. Alleen moeten ze wel op tijd zijn. Ja, we gaan niet... We kunnen niet last minute komen bij Mon Plezier. Plannen jullie wel. Ja. Oké. Okay. Nee, dat klinkt allemaal heel goed. En vooral ook onze centerpieces. Mm-hmm. Ook van tevoren bestellen. We hebben voor iedereen wat. We beginnen al vanaf 500 SRD. Mm-hmm. Met een leuke kleine tafelstuk. Mm-hmm. En ja. Dit is dus, dit is van jullie toch? Dit noemen we dus een tafelstuk. Ja. Oké, okay. Mooi. Nou, Nancy, heb ik iets gemist? Want het klinkt... Ik, het enige wat ik hoor is 50% korting. Ja, ze moeten langskomen. De mensen die niet weten waar Mon Plezier Nursery is, is makkelijk te vinden. Iedereen kent Choice op Noord. Is dan de twee kinderweg. De tweede zijstraat. En dan krijg je dan de Simonstraat. Simonstraat nummer 19. Daar is het. Ja, en we zijn open. We zijn iets langer open. We zijn open tot 7 uur. En als er mensen zijn die zeggen van, maar ik kan het niet halen om 7 uur, kan ik iets later komen? Dan zijn we ook voor hun, staan we dan nog even open. Oké, maar stel ik ben pas om 10 uur 's avonds klaar.
Nee. Nee, toch. Dat niet? Dat niet, nee. Oké, nee. Nee, duidelijk, Nancy. Ik ben super enthousiast voor jullie. En alvast gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan. Dankjewel. En ik ben benieuwd hoe deze 50% off dagen voor jullie zullen verlopen. Ik hoop dat het heel goed gaat. Het moet goed gaan. Nee, het gaat goed gaan. Het zal goed gaan. Het is eigenlijk al gewoon goed gegaan. Yes. En nu zitten we dus hier. We zijn helemaal in de kerst. Ik heb je niet gevraagd, is het vuur te warm voor je? Of zit... Nee, is nog koud. Oké, we gaan het meer hout erbij zetten voor je. Mm. Okay. We got you, girl. Jij houdt van kerst. Je werkt in een bedrijf dat ook gewoon kerst viert, zo samen met de samenleving. Heb je ook voor de mensen die nu kijken een kerstwens? Ja. Mijn kerstwens naar iedereen toe is elkaar lief te hebben. Want dat is eigenlijk de boodschap. De boodschap die het kindje Jezus, want ik ben een christen, het kindje Jezus eigenlijk voor ons op aarde heeft gebracht. Dat er vrede moet zijn en dat we elkaar lief moeten hebben. En dat is het, dat is mijn wens, mijn kerstboodschap, wees lief voor elkaar. En ja. Dat is het? Punt? Be happy. Be happy. Nee, duidelijker kan het niet. Nancy, bedankt voor het komen. En bedankt voor het verhaal delen. En natuurlijk ook je kerstwens. Sorry, je kerstwens. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Nancy Oppenheimer van Mon Plaisir Nursery bij ons. Ze bestaan op 8 december 10 jaar. En die dag willen ze samen met de samenleving vieren door 50% korting te geven op een heel kerstassortiment. Dus als jij nog geen kerstspullen hebt, op 8 december kan je langskomen. Want ik ben langs geweest en ik kan jullie wel zeggen, daar hebben ze de mooiste kerstdecoratie. So, kom gauw en sla je slag en maak jouw boom tot de mooiste kerstboom van Suriname. Want Mon Plaisir Nursery kan je daarbij zeker helpen. And remember, your time plus my time is cue time. Oh ja, Merry Christmas. Merry Christmas too. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.